dankjewel voor je komst. Nee, dank voor de uitnodiging. Altijd leuk om terug te keren in Tilburg, waar het toch allemaal begon ooit. Ja, een tijdje geleden, hè? Ja, 1999 uit mijn hoofd. Maar je hebt vast beter gestudeerd dan ik op dit evenement. 1999, ja, klopt, okay. Inderdaad. Zoals je ziet, zoals elk zichzelf respecterend praatprogramma hebben we ook even... Kaastengels, je haalt het nog niet bij de kaastengels die Twan Huis had binnengevlogen. Niet zoveel, hè. Ik ga proberen er een te nemen. Geen garantie. Goed zo. Ik heb jouw cv gezien en dat is nogal wat. Het is nogal een waslijst. Jij zit nu bij Talpa. Ja. En leg even kort uit wat je daar nu precies doet. Ik ben op dit moment hoofdredacteur Talpa Radio Nieuws. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de radionieuwsuitzendingen op de Talpa Radio platforms. Dat zijn Radio 538, Veronica, Radio 10 en Sky Radio. En sinds kort ook Juke, dat is onze digitale audioplatform wat we aan het bouwen zijn. Eerst even naar het begin, want je begon al voor de FAJ met radio. Ja. Op 12-jarige leeftijd. Eigenlijk begon het... begon het nog veel eerder. Het begon namelijk in Bemmel in Gelderland, waar ik een tijd gewoond heb. En het begon met een Aristona cassette recordertje. Voor de mensen die echt niet meer weten wat een cassette is, dat was dat ding waar je een potlood in stak om de tape terug te draaien. En daar begon ik met het opnemen van reclameboodschappen en nieuwsberichtjes. Eigenlijk gewoon een beetje spelen met het radiootje, opnemen en weer terugluisteren. Hoe oud was je toen? Toen was ik echt denk ik een jaar of 8, 9. Dus dat is echt heel lang geleden. Waar kwam die passie vandaan? Geen idee. Dat is toch een soort van afwijking in mijn DNA, denk ik. En de grap is ook wel dat ik dat terugzie bij heel veel collega's. Als het nou gaat om Giel bijvoorbeeld of Koen en Sander. Dat zijn allemaal jongens die al vroeg toch op een of andere manier met geluid bezig waren. En de fascinatie van het opnemen van je stem en dat vervolgens weer terug kunnen horen. En daar allemaal op door zijn gegaan, vaak bij lokale omroepen. Dat heb jij ook gedaan. Ja. Jij ging bij de lokale omroep van Castricum. Ja, om de telefoon op te nemen. Ja, dat was je eerste taak. Mijn eerste taak was de telefoon opnemen bij de lokale omroep. En dat kwam, je mocht eigenlijk onder de 16 helemaal geen vrijwilligerswerk doen. En ik was toch wel heel gefascineerd door het feit dat wij een radiostation kregen in de gemeente. En ik ben naar de vrijwilligersbank gegaan en heb me daar opgegeven. En toen hadden ze kennelijk medelijden, denk ik, met dat jongetje wat zo graag naar binnen wilde. En toen zei ze, nou, je mag bij ons komen werken, dan mag jij de telefoon opnemen. En dat heeft zelfs de krant gehaald. Want op een of andere manier was dat toch wel een bijzonder dingetje dat er zoveel passie achter zat. Maar toen wist ik al wel, ik wil echt bij de radio werken. En dat is al vrij snel. Ging ik techniek doen, ook presentatie, in de redactieraad zitten. En eigenlijk alles gedaan wat je bij een lokale omroep kunt doen. Vooral ook heel veel ruzie maken, want veel lokale omroepen doen dat nog steeds. Dus vooral bestuurlijke ruzies. En ook daar heb ik veel aan meegedaan. Maar dat is een jonge leeftijd om te weten wat je later al wilt gaan doen? Ja, eigenlijk nog niet eens. Het was meer, het was toen een hobby en het was een soort van prettige plek om te zijn. Met mensen die allemaal gelijk gestemd waren. Die ook met radio bezig waren. En het gek genoeg leuk vonden om op een zolderkamer van de plaatselijke muziekschool radio te maken voor werkelijk helemaal niemand. Want we hebben auto's weggegeven, we hebben de mooiste concerttickets weggegeven, maar niemand belde. Dus dat was, ik had er eigenlijk ook niks te doen als telefonist. Dus jullie kregen wel subsidie? Ja, nee, absoluut. Zoals elke lokale omroep. En dat is maar goed ook, want je moet ergens kunnen beginnen. Ja. Maar je wist dus wel al op een jonge leeftijd, een relatief jonge leeftijd, dat je de radio op wilde. Nou, de echte interesse kwam, toen was ik een jaar of 14. Toen werkte ik al wel bij de lokale omroep en ik had een leraar, maatschappijleraar. Koen Schaap. En die had een vriend en die werkte bij het Radio 1-journaal. Dat werd toen net gestart om alle publieke omroepen zich te laten verenigen in één programma. Dat was toen al de discussie. Daar praat je over, denk ik, echt halverwege jaren 90. En die zei van, volgens mij moet jij een keer meekijken daar. Dus toen ben ik 's ochtends vroeg om 4 uur door mijn vader naar het Mediapark gebracht in Hilversum. En daar stond Jan-Willem Bloem klaar met de reportagewagen van de NOS. En mocht ik mee om het filiaal, heette dat volgens mij, mee te maken. Dat was een live bijdrage van de Radio 1-verslaggever op locatie. En toen was ik wel verkocht en dacht ik, dit wordt mijn werk. Heb je daarna nooit meer getwijfeld over een ander beroep?
Nee. Nee, ik heb eigenlijk vanaf dat moment gedacht, ik wil dit doen. En niet, nooit gedacht in welke vorm ik dat ging doen. Nooit de ambitie gehad om bijvoorbeeld wat ik nu doe, hoofdredactie te gaan doen of om presentator te worden. Ik vond het medium en het rondlopen in dat radiolandschap, dat vond ik fascinerend. Dat greep me en ik voelde me daar thuis. Dat deed je dus al tijdens de middelbare school? Ja. En nou ja, daarna moest je een keuze maken voor je studie en die lag dan ook vrij voor de hand. Nou, de belangrijkste keuze die ik op een gegeven moment heb gemaakt kwam door een teletekstbericht. Overigens is het wel mooi dat teletext nog net zo groot is als dat toen was. Het was namelijk, de BNN was net gestart, de omroep van Bart de Graaf. En dat was echt, dat ging het hele publieke bestel opschudden in die tijd. En op teletextpagina 354, ik weet het nog goed, stond een oproep. Ben jij tussen de 16 en 20 jaar en heb je affiniteit met radio? Stuur ons dan een brief. En ik heb een brief getikt. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Het kwam echt uit mijn tenen. En heb me daar aangemeld voor het talentenproject van BNN. Wat nu de BNN University is. Dat was toen BNN United. En tot mijn grote verbazing werd ik uitgenodigd en geselecteerd om bij de talenten mee te mogen doen. En dat was toen samen met een presentatrice die kwam van de regionale omroep. En die zei, als ik later groot ben, dan word ik cabaretier. Dat was Claudia de Breij. Die is toen gestart met haar werk op de landelijke radio. En haar carrièrepad kennen we inmiddels ook. Dus het was een bijzondere groep mensen die daar terechtkwamen. Spreek jij nog wel eens? Ja, zeker. Dat alles, al die talenten. Toevallig kwam ik er gisteren nog één bij Shownieuws van SBS, een van onze redacties. Die kwam ik ook weer tegen. Dat is nu al, denk ik, 15 jaar geleden dat ik haar voor het laatst gezien heb. Maar we blijven elkaar een beetje achtervolgen. En al die mensen die in zo'n talentenproject zijn ingestroomd, de meeste, die zie je ook nog steeds terug. Dus dat is heel erg leuk. Ik wist dat ik van radio mijn werk wilde maken. En ik zocht daar toen de beste opleiding bij. Dus ik ben toen het hele land doorgegaan. Ik ben in Zwolle wezen kijken. Ik ben in Utrecht wezen kijken. En in Tilburg. En het mooie was dat in Tilburg was vooral de radioafdeling toen al heel goed georganiseerd. Ger van Bezouw zat toen ook al achter de knoppen. En ik weet nog dat ik binnenkwam op de open dag. En achter de microfoon zat Jeroen Latijnhouwers. Die zit overigens nu in mijn team. Moet je even nagaan hoe raar het kan lopen. Die zat daar een radioprogramma te presenteren. Die ging toen net naar Sport 7. Een bijzonder goed gelukt talpa-avontuur maar in het huis. En de passie en de energie en de mensen die er waren, ik werd daar zo blij van dat ik dacht van ja, ik moet gewoon naar Tilburg toe. Ik was toen 17 en ben toen ook hier in de stad gaan wonen op de Korte Heuvel. En heb het uiteindelijk toch wel 10 jaar volgehouden. Ja, 10 jaar. Beetje lang, hè? Nou ja, voor Tilburg is 10 jaar te kort, hoor. Want als ik hier nu weer ben, denk ik van, ik mis het wel. Ik woon nu in Utrecht. Nou ja, ik heb heel lang bij Omroep Brabant gewerkt in die tussenliggende periode. En Brabant heeft echt mijn hart gestolen. Ik vind het echt de meest openhartige, relaxte en fijne provincie die er is. En vooral het afpilsen aan het einde van de dag. Dat bevalt me wel. Dus ik mis het nog steeds elke dag. Maar ik ken Tilburg echt om mijn broekzak. Je wilt weer terug. Dank. Mensen die zeggen dat Tilburg lelijk is, die kennen Tilburg niet. En de schoonheid van de stad. En de mensen die hier ook echt wat van maken als je hier... Je hoeft hier maar 3 maanden niet te zijn en er is alweer zoveel veranderd. Dus het is misschien wel de lelijkste stad van Nederland, maar het is wel de schoonste. Ik vind het echt heel mooi. En misschien kom ik er ooit nog wel terug, maar Utrecht is wel prettig qua ligging. Maar de rest van de tijd was ik eigenlijk vooral aan het werk. Dus ik was aan het werk bij Omroep Brabant, dus ik was aan het werk voor de Radio Nieuwscentrale in Hilversum. Ik deed nog dingen voor BNN, dus ik was vooral heel veel aan het werk. En als ik niet aan het werk was, dan liep ik op de Korte Heuvel vanuit mijn huis naar de kroeg. En weer terug, als het lopen nog ging. Dit is ook de stad waar ik Kermis FM ben gestart met een groep vrienden. Want we hadden zoiets van, Tilburg heeft een mediakanaal nodig. Waarom praat eigenlijk landelijk niet over Tilburg, behalve dan dat het een hele lelijke stad is waar niks te doen is. En er zijn hier hele mooie dingen ontstaan. En Kermis FM bestaat bijvoorbeeld nog steeds. En ik kom er elk jaar met heel veel plezier terug om talent te scouten. Want het is een grote bende van mensen die productie, techniek, radio, televisie, digital, social, alles doen. En dat kan hier ook allemaal. Dus eigenlijk heb ik alleen maar goede herinneringen aan deze stad. Ja, er zijn nog steeds elk jaar studenten van de Fonds Hogeschool Journalistiek die daar inderdaad naartoe gaan. En die daar verslag leggen. Ja. En ik zag ook dat je
in de raad van advies van Mundial zit. Festival Mundial. Ja, Festival Mundial. Nou ja, als je lang rondloopt in een stad, althans dat is mijn ervaring, dan probeer je ook een beetje onderdeel te worden van die stad. En ik merkte op een gegeven moment vanuit mijn werk bij Kermis FM dat deze stad best wel veel moeite heeft om aansluiting te vinden met de Randstad of met de media. Hilversum is ver weg. Voor hun gevoel vaak toch een soort van arrogantie van de mediamakers die Tilburg niet willen kennen of leren kennen. En Mundial is een festival wat al heel lang bestaat in Tilburg. Was eerst gratis, werd zelfs gesubsidieerd vanuit het ministerie. En er kwam op een gegeven moment een moment dat een goede vriend van mij, die overigens hier twee deuren verderop kantoor houdt, de festivalorganisatie overnam en dat de gemeente zei, het ministerie was al weg, de gemeente zei, wij gaan ook de subsidie terugschroeven. Dus die jongen moest het op eigen benen gaan doen. Dus vanuit, ik vind het heel leuk om mijn kennis en ervaring te delen, met name waar het gaat om aansluiting te vinden op media. Dus ik ben in die raad van advies gestapt om hem daarbij te helpen. Van, hoe zorg je nou dat je een publiek vindt? Hoe zorg je dat je je verhaal vertelt? Hoe zorg je ervoor dat je festival ook tijdens de dagen daarvoor aandacht krijgt in de nationale media? Dus daar ben ik in gaan zitten. Dus ik heb eigenlijk nog best wel veel binding met Tilburg. Ja. Het blijkt al uit wat je zegt inderdaad bij Mundial en Kermis FM. Nu wil ik graag dat je deze tekst even voorleest. Die ken ik. Ambitieuze mediamaker met oog voor nieuw talent, doorbreekt bestaande structuren, slaat bruggen tussen verschillende partijen en is sterk in organisatieontwikkeling, bedenkt nieuwe online concepten, vertelt de jonge nieuwsconsument niet alleen het nieuws, maar wil interactie op sociale media, vertelt graag over zijn vak en deelt zijn ervaringen via gastcolleges en personal coaching. Verder stem, voice-over, verhalenverteller, spreker, dagvoorzitter, presentator, tekstschrijver, contentspecialist, mediatrainer, ervaringen als bestuurslid en adviseur. Oftewel, iemand die heel veel doet, maar nooit echt richting heeft gekozen. Ja, dit is jouw LinkedIn-bio. Wat kun je eigenlijk niet? Nee, ik kan heel veel niet. En ik kan ook, ik kan vooral ook heel veel fouten maken. En daar word ik ook heel blij van. Ik probeer heel veel graag nieuwe dingen, dat zie je hier ook. En uiteindelijk heb ik mijn talenten eruit proberen, of competenties uit proberen te halen. Maar ik denk dat je uiteindelijk alleen maar goed kan worden in dingen door fouten te maken. En ook, ik werk nu met een groot team, ook aan je team te vertellen dat ze dat mogen doen. En uiteindelijk leert je dat wat je goed kan. Maar er zijn heel veel dingen die ik niet goed kan. Als het bijvoorbeeld gaat over, ik werk heel erg vanuit gevoel. Maar we leven steeds meer in een tijd waarin alles gevalideerd moet worden. Waarbij cijfers en data belangrijker worden dan uiteindelijk de passie voor iets. Dat vind ik soms best wel lastig. Maar daar probeer ik me dan wel weer in te verbeteren. Ja, je ziet het vaak dat studenten journalistiek die net afgestudeerd zijn, eerst naar een regionale omroep gaan. En daarna uiteindelijk ook, zoals jij, bij de NOS terechtkomen. Ja. Ja, is dat een logische stap? De meest logische stap vind ik dat als je verhalen wil vertellen, dat je niet gaat wachten totdat er een platform voor je is. Zeker in deze tijd niet, want volgens mij zijn er zoveel platforms als je maar wil. Ik bedoel, of je nou op social, of online, of op radio of televisie, YouTube. Zorg ervoor dat als je een verhalenverteller bent, en dat je een platform vindt waar je je thuis voelt, en dat je daar aan de gang gaat. En het is een beetje traditioneel om te denken van ja, ik wacht tot ik bij een groot merk zit, zodat ik me daar kan laden en het eigenlijk verder kan komen. Eigenlijk moet je daar al binnenkomen met toch een soort van portfolio waarin je in ieder geval laat zien dat je de ambitie hebt om met verhalen de wereld in te gaan. Dus ik ben destijds bij de omroepen begonnen, omdat eigenlijk al die andere platforms nog niet bestonden. Maar ik denk dat als ik in deze tijd had geleefd, al veel eerder met podcast was gestart of op social media dingen had gedaan, omdat je toch uiteindelijk vooral een verhalenverteller bent. Ja, podcast is eigenlijk het enige wat jij nog niet hebt gedaan, denk ik, wat echt met radio te maken heeft. Nee. Ga je dat nog doen? Er zijn plannen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van audio, hè, want radio is eigenlijk meer een soort van audioconcept geworden. Vroeger was radio, was audio en was er verder niet zoveel. Ja, je had natuurlijk je cd's of je lp's en dat was het. Maar audio is steeds meer onder te verdelen in concepten. Een podcast is er één van. Ik vind het een fascinerend medium, want het is heel erg natureel. Het is heel erg authentiek. Het is heel erg van deze tijd ook. Want het is een heel eerlijke vorm van informatieoverdracht. En waar ik heel blij mee ben, is dat ik heel veel collega's van mij ook inmiddels zie
die ook de kracht van podcast aan het ontdekken zijn. Ik ben alleen nog wel aan het kijken van, goh, wat is dan de beste manier? Want ik geloof wel dat als je iets wil doen in deze tijd, dat je wel het voor een publiek moet doen. Dus je moet wel eerst je publiek zoeken en ook kijken waar de kansen liggen om een breed publiek aan te spreken. Dus er is van alles in mijn hoofd bezig. Moet er alleen nog uit, maar dat gaat wel gebeuren. Dan gaan we even het publiek aankijken. Zijn er hier mensen die naar podcasts luisteren? Zo zie je maar weer. Ja. Hier helemaal niemand. Maar dat is ook precies het probleem. Het is echt een nieuwe vorm van audio. En als je Reuters heeft net de Digital News Monitor of de News Monitor gepresenteerd. Er is Nederland voor het eerst ook in meegenomen. En dan zie je dat nog maar 6% van de nieuwsconsumenten in Nederland podcast luisteren. Dat is erg weinig. Maar het is wel een groeiende markt. Dus ik ben nu aan het kijken van waar liggen de beste mogelijkheden voor ons. En je moet ook een goed platform hebben om het te kunnen aanbieden. En je ziet bijvoorbeeld bij nu.nl, die zijn nu erg succesvol met hun nieuwspodcast. Ja. Zijn er vragen uit de zaal? Het wordt een soort mini playback show. Sorry. Hoi. Ik ben nu net begonnen aan de opleiding, eerstejaars student. Ja. Wat zou u als advies meegeven? Meer werken, minder werken, wat u zelf heeft gedaan, heeft heel veel gewerkt. Vooral, ik denk ook wel in het eerste jaar. Het werken. Ik heb vooral heel veel gehobbyd. Ja? Ik zie het echt als een hobby. Mm-hmm. En als het als werk gaat voelen, dan ga ik er meteen mee stoppen. Ja, oké. Okay. Het is vooral echt je hart volgen. En bij jezelf heel goed nagaan waar je blij van wordt. Okay. Als je blij wordt van het maken van een verhaal, ga zorgen ervoor dat je verhalen gaat vertellen. Als je denkt, ik wil iets worden. Ja. Ik wil presentator worden of ik wil beroemd worden. Ik vind het altijd een heel slecht uitgangspunt. Ik geloof dat mensen goed worden in een vak en gewaardeerd worden in een vak op het moment dat ze authentiek zijn en ergens echt in excelleren. Maar dat kan van alles zijn. Ja. En zeker binnen de journalistiek heb je zo onwijs veel stromingen. Ja. Maar wat wil je worden als je later groot bent? Dat weet ik nog niet. Nee, precies. Dus ga dat ook vooral ontdekken. En wat ik zeg, je hebt zelf, je kunt zelf de regie voeren. Ja. En er zijn altijd platforms waar je content kwijt kunt. Okay. En daar zou ik vooral gaan zitten. Oké. Okay. En als je zo eerst of terugkijkt op het eerste paar jaar van uw opleiding, zou je dan zeggen van oké, ik had meer ervaring op willen doen of meer naar school toe willen gaan? Of... Nou, en dat is wel interessant, want volgens mij is de school van journalistiek die koers nu wel aan het varen. Maar in onze tijd ging het vooral heel erg om het maken. Ja. En hoe bouw je een verhaal op? Ja. En wat is goede hoor en wat is goede wederhoor? Wat zijn de journalistieke basisprincipes? Mm-hmm. Wat, waar ik wel meer over had willen leren in die tijd was echt meer ondernemerschap. Okay. Dus waarom breng je dat verhaal eigenlijk voor die groep? En hoe zorg je ervoor dat je die groep bereikt? En hoe meet je eigenlijk dat die groep ook daadwerkelijk bereikt wordt? Want uiteindelijk, en dat zie je ook in deze tijd, journalistiek en goede journalistiek kost gewoon veel geld. Ja. Dus op het moment dat je een idee hebt of je wil de markt op, ben je er niet alleen maar met het volgen van je gevoel. Je moet dat ook kunnen onderbouwen. Ja. En dat is best een lang en ingewikkeld proces. Mm-hmm. En ik hoor gelukkig steeds meer initiatieven op scholen voor journalistiek om dat te ondersteunen. Dat is heel belangrijk. Ja. En ik denk ook het minen van data. Dus echt goed kijken naar statistiek, naar cijfers. Wat zeggen die nu eigenlijk? En het interpreteren van die cijfers. Ja. Daar had ik destijds ook wel meer over willen leren. Dat was er helaas niet. Mm-hmm. Ik ben nog uit de tijd dat het Academie voor Journalistiek en Voorlichting was. Dus ik heb wel weer heel veel geleerd over de andere kant, zeg maar. Ja. Hoe je mensen uiteindelijk voorlicht als woordvoerder. Dus daar ben ik ook heel erg goed in. Oké, okay. Nou, hartstikke bedankt. Bart-Jan, jij zegt terecht, ja, toen jij studeerde hier, was het vooral gericht op produceren, verhalen maken. Hoe bouw je het op, structureren, et cetera. Maar je bent nu hoofdredacteur. Ja. En daar horen hele andere skills bij. Ja. Managen, personeelsbeleid, mensen aansturen. Vergaderen. Vergaderen. Dat is ook een vak hoor. En ook slechte nieuwsberichten. Absoluut. Noem maar op. Hoe heb je dat ontwikkeld? Want dat kan niet iedereen. Je hebt dat zelf moeten doen. Goeie vraag. Ik doe het ook nog niet zo lang. Ik werkte natuurlijk vooral als maker bij de NOS. Maar was wel gefascineerd door formats. Dus waarom doe je eigenlijk dingen? Wat is het idee achter iets? Welke kant ga je op? Welke stip zet je op de horizon voor je merk? Waar staan we over een aantal jaren? Dat is eigenlijk ook heel erg van een persoonlijk gevoel. Want ik zag de wereld om me heen veranderen in timelines. En dan kwamen wij achteraan met het radionieuws elke uur jou nog een keer vertellen wat er in het nieuws was. Dus je kon al vrij snel de conclusie trekken, dat was een achterhaalde gedachte.
Dus ik ben op heel veel redacties geweest. En ik ben iemand die altijd alles opslurpt. Dus vooral ziet hoe anderen het doen. Dus ik kijk heel erg graag naar andere managers. In dit geval, zoals ik destijds keek naar hoe andere presentatoren het doen. Hoe andere redacteuren opereren. Hoe andere nieuwsorganisaties opereren. En vooral ook door het stellen van vragen en het maken van fouten. Uiteindelijk is het werken met een redactie is eigenlijk net als een huwelijk. Soms kom je elkaar echt de strot uit. Soms krijg je voor de zoveelste keer een vraag waarvan je denkt, maar daar heb ik toch al heel vaak antwoord op gegeven. Soms worden er ook gewoon aannames gedaan omdat je niet duidelijk bent in je communicatie. En soms heb je er ook gewoon geen zin in. En dat hele proces, ja, dat gaat dan in een wat formelere setting. Maar ik probeer echt vooral, en dat is het belangrijkste denk ik, binnen mijn groep een veilige omgeving te creëren. Waar iedereen gewoon heel straight is naar elkaar, open te communiceren. Dan zijn bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken vaak geen verrassing meer. Dan is een bepaalde koers die je wil gaan varen ook geen verrassing meer. En ik vind, en daar sta ik echt voor, iedereen in mijn team heeft een bepaalde competentie, staat voor een bepaalde kwaliteit. En dat zijn uiteindelijk de mensen die het ook moeten doen en die ook het meeste op hun platform zitten. Ik bedoel, neem iemand als Henk Blok op Radio 538. Die leeft natuurlijk de ochtend. Die weet precies wat zijn luisteraars willen. Die weet wat de rest van de programmamakers om hem heen willen. Die weet ook welke reacties luisteraars geven op het nieuws dat hij geeft. Door vooral ook heel goed te luisteren naar mijn team, heb ik geleerd hoe je bepaalde dingen weer mee kunt nemen en weer over kunt dragen aan anderen. Maar het is vooral trial and error. Het is vooral op je bek durven gaan en ook fouten durven maken. Jouw advies aan de studenten, maak vooral fouten. Ja, echt. Ja. Doe dat. Nou, heel goed zeker advies. In deze tijd. En als je dat niet durft, dan beperk je jezelf zo enorm. En er komt natuurlijk een tijd waarin je waarschijnlijk een platform om je heen hebt waar mensen over je praten, waarin je wordt gerecenseerd, waarin andere mensen ook wat van je vinden, waar je verantwoording moet afleggen voor wat je doet. Dus hoe jonger je begint en hoe kleiner je publiek is, ik bedoel, dat is de ideale omgeving om dingen te proberen. En werkt het niet linksom, probeer het dan rechtsom. En als je het zelf niet kan, probeer hulp te vragen. Er zijn altijd mensen, ik heb ook heel veel mensen om me heen verzameld die heel veel kennis hebben op bepaalde vlakken. En ik schroom niet om die kennis ook op te vragen en te gebruiken. Maar je moet het ook wel weer toetsen voor jezelf. Past het bij je eigen principes? Past het bij het idee wat je hebt van wat je uiteindelijk wil zijn? Want je moet ook wel met jezelf door kunnen leven, bij wijze van spreken. Je moet geen keuzes maken omdat een ander vindt dat jij een bepaalde richting op moet. Je moet wat dat betreft echt dicht bij jezelf blijven.